Dag beste mensen, hier spreekt tot u de regisseur van de voorstelling Woestijnjasmeisjes. Ik zie er misschien een beetje netter uit dan normaal, moet ik eerlijk toegeven. Ik kom ook van een nette gelegenheid. Ik kom net van het Nederlandse Filmfestival Gala in Utrecht, waar George Tobal, de schrijver van de voorstelling Woestijnjasmeisjes, een gouden kalf heeft gewonnen als beste acteur. Ongelooflijk, ik ben ongelooflijk trots op hem. Het was ook een hele mooie dankspeech, een mooie avond. Hij heeft de prijs gewonnen. Beste acteur van Nederland, maar ook de beste schrijver. Ik kan het u garanderen, want ik ben de regisseur van het stuk wat hij geschreven heeft, Woestijnjasmeisjes. Ik wilde het u maar even vertellen. We gaan in première op 7 oktober in de Krakeling. Daarvoor spelen we al vanaf 6 oktober. Dan gaan we het hele land in. Maar de schrijver is een gouden kalfwinnaar. Nou, hoe vaak mag je dat zeggen als regisseur? Wat heb ik een geluk. Nou, ik ga nog even wat drinken. Het is buitenavond. George is feest aan het vieren. Gouden kalf!